Radio Mango presenteert het vinylmoment. Hoeveel popartiesten heb je ooit mogen interviewen, werd me onlangs gevraagd. En eerlijk, ik zou het niet meer weten. Hallo, met Peter van Dam, tijd voor een vinylmoment. Er zijn altijd een paar van die knakkers die je toch bijblijven van die artiesten. Halverwege de jaren 80 bijvoorbeeld mocht ik Freddie Mercury, je weet wel, de zangeres van Queen, die mocht ik een keer interviewen. En het zou gebeuren voor een optreden in Ahoy in Rotterdam. De afspraak was geregeld door iemand van de platenmaatschappij, gepland rond 4 uur 's middags ergens in een of ander chic hotel. En in die veel te chique lobby van dat veel te chique hotel zaten we te wachten, ik zeg het al, vanaf 1 uur of 2. Het werd 3 uur, 4 uur, een colaatje erbij, nog 1 uurtje wachten, 5 uur. Rond 7:30 werden we een beetje zenuwachtig. Rond 9:30 zijn we maar naar het concert gegaan. Wat bleek? Mevrouw Mercury bleek geen zin te hebben in een interview. Zonder opgaaf van reden. Nee. Dan Francis Rossi van Status Quo. Die kwam in zijn dooie eentje met een taxi van Schiphol naar de studio. Die heeft bij de receptioniste nog staan wachten tot ik hem kwam ophalen voor het interview. Dikke nek? Absoluut niet. S'avonds traden de heren op in een V-hal, ergens ter hoogte van Leeuwarden, voor meer dan 10.000 uitzinnige fans. Op de afterparty, ja dat bestond toen ook al, zag de heer Rossi mij staan en die zei: "Hey, Mr. Radio Man, now it's time to do some serious talking." En dat hebben we ook gedaan, tot 5:00 ochtends. Biertje bij de hand en capsones? Absoluut niets. Een grote meneer, die Francis Rossi. En zijn andere leden van Status Quo. 1, 2, 3. Just once or twice.
4 maten spelen ze op de gitaar. Niet meer of niet minder. Status quo, what you're proposing. Nu weer rustig, dan weer hard. Het vinylmoment bij Radio Mango. Tot de volgende!